Welkom bij een nieuwe podcast vanuit Bali. We zijn hier vandaag met Bas. Yes. Welkom. Thanks man. Goed je te zien. En voor de mensen die jou misschien niet kennen, kan je even een korte introductie geven over wie je bent, wat je doet en wat je bezighoudt? Ja, zeker. Ik ben Bas Builds, @BasBuilds op Instagram. Ik ben health en high performance coach voor eigenlijk online ondernemend Nederland sowieso en ook een klein beetje internationaal. En we doen high performance coaching voor online ondernemers. We hebben onder andere Paul ook geholpen, waarbij we eigenlijk de ondernemer helpen met naar een nieuw niveau toe groeien op het gebied van lifestyle, performance, maar ook mindset. Dus daar hebben we een bedrijf voor waarbij we deze ondernemers begeleiden. Super, dat doe je natuurlijk al een tijdje. En ik denk misschien de unieke factor van jou ten opzichte van misschien andere high performance coaches is misschien toch wel die mindset en stoïcijnse filosofie. 100%. Dat is echt jouw complete ding. Ja. Dus kan je een beetje vertellen hoe je daarmee in aanraking bent gekomen en waarom dat zo handig kan zijn voor anderen? Ja, sowieso. Dus wat ons uniek maakt, inderdaad, je zegt het mooi, is het stukje mind gedeelte. Wij gaan heel erg diep op de mind. En waarom we daar starten is eigenlijk om te kijken naar, hey, welke persoon moet jij worden voor je succes? En dat wordt eigenlijk vaak vergeten. Ja. Dus als je met je business verder wil groeien, kijken heel veel business owners heel snel naar business tactics. Maar moet je eigenlijk ook kijken naar, ben ik de persoon die verder kan scalen? Hey, heb ik de juiste habits? Heb ik de juiste mindset? Heb ik de juiste beliefs? En die moet je gaan herprogrammeren als je continu naar een hoger niveau wilt gaan. Nou, daarvoor gebruiken wij onder andere stoïcijnse filosofie. Wat jij net zo mooi zei, je ziet hier ook deze vier boeken liggen van stoïcijnse filosofie. Allemaal supergoede boeken trouwens. Die je mee hebt genomen, dus dat is super nice. De stoïcijnse filosofie, voor de mensen die het niet kennen, is eigenlijk een hele oude Griekse Romeinse levensfilosofie. 2500 jaar oud. En die filosofie is eigenlijk gewoon een set van leefregels. En bij het woord filosofie gaan bij heel veel mensen, die stoppen dan met hun aandacht. En die denken, dat is niet interessant, dat is iets academisch, dat is gewoon toveren met woorden. Maar filosofie in het Oud-Grieks betekent eigenlijk wisdom of life. Dus of the love of wisdom of the wisdom of life. Dus eigenlijk is filosofie gewoon kennis hebben over het leven en hoe je moet leven. En stoïcijnse filosofie helpt je enorm om het leven te versterken en te versimpelen. En daarom gebruiken wij dit soort van ondernemers. Kan je iets meer vertellen over hoe je dat zelf hebt gebruikt voor jezelf? Met dingen zoals het afbranden van je huis, maar ook privé dingen. Hoe gebruik je het zelf? Ja. Stoïcijnse filosofie helpt je dus met meer, onder andere meer controle te krijgen over je mind en emoties. En dat helpt je gewoon om te gaan met alles wat er gebeurt in het leven. Want shit komt er altijd, goed of slecht. Dus je moet voorbereid zijn. Dus het is een soort van herprogrammering dat je anders gaat reageren op alles wat er gebeurt in het leven. En dat je ook anders gaat kijken op alles wat er gebeurt in het leven. Nou, ik ben dit zo'n misschien 5 jaar geleden voor het eerst mee in aanraking gekomen. Met toevallig het boek dat hier ligt. Het tweede boek, The Obstacle is the Way van Ryan Holiday. Kan ik echt aanraden. Tegen die tijd toen ik daarmee in aanraking kwam, was echt een super zware tijd voor mij. Ik zat in een depressie. Eigenlijk was ik daar langzaam ingerold. Ik deed dingen die ik niet leuk vond. Mm-hmm. Ik zat nog op de kunstacademie. Daarnaast had ik een marketing agency. Ik wilde eigenlijk gewoon keiharde business owner zijn. Ja. Maar ik zat ondertussen ook nog op de kunstacademie. Dus ik stond met mijn voeten eigenlijk in twee dingen. En ik wilde op beide plekken eigenlijk niet zijn. Dus er was een soort van grote afstand tussen wat ik wilde en het leven. En ik voelde daar gewoon dat ik niet mijn leven leefde. Eigenlijk een identiteitscrash. Nou, daardoor raakte ik in een soort van depressie terecht. Die duurde ongeveer 1,5 jaar, waarbij ik eigenlijk alles liet vallen. En super ongezond ging leven. Alleen maar ging gamen, niet meer gezond eten. Ik verloor al mijn spiermassa, ik kwam heel veel gewicht aan. En ik zat alleen maar te gamen en eigenlijk met de petten naar te gooien. Mm-hmm. Tot ik op het boek kwam, dus The Obstacle is the Way. Wat je eigenlijk leert om het obstakel te zien als jouw unieke weg vooruit. En dat leren dat om alle tegenslagen eigenlijk te gaan gebruiken. Mm-hmm. Nou, dat begint met ownership nemen en responsibility nemen voor je situatie in je leven. En door dat boek ben ik dat weer gaan doen. En ben ik kleine stapjes gaan nemen van, ik moet weer bewegen. Ik moet weer gaan wandelen. Ik moet weer gaan sporten. Ik moet weer gezond gaan eten. Ja. Nou, dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met die filosofie. Die liet me eigenlijk zien, niemand gaat je helpen. Niemand gaat het voor je doen. In het leven is het continu goede dingen en slechte dingen. Mm-hmm. No matter the situation, je moet gewoon je werk doen. En je moet altijd focussen op wat binnen jouw controle ligt. En leren van iedere situatie. Daarmee begon ik dus weer stappen te zetten naar mijn meest krachtige leven. Nou, uiteindelijk is er nog
veel meer gebeurd, wat jij ook zei. Mijn appartement is afgebrand. Ik had een relatie destijds waar ik echt dacht, dit is de vrouw van mijn dromen. Die dumpte me onverwachts. Ja. Dus er komen heel erg veel tegenslagen. En op een gegeven moment, na het lang gebruiken of oefenen van deze filosofie, verandert je perspectief en merk je dat je automatisch anders reageert op situaties. Mm-hmm. En toen mijn huis afbrandde, toen was ik inderdaad ook, sommige mensen kennen het vooral, die het vaker verteld in podcasts, sommigen niet, dus als je voor het eerst luistert. Toen mijn huis afbrandde, was ik al een aantal jaren bezig met stoïcijns filosofie. En toen ik dat belletje kreeg van, hey, ja, je appartement staat in de brand, toen had ik geen fear, ik had geen angst, ik was juist enthousiast. Ik was excited voor de challenge om te zien, hoe kan ik hiervan groeien? Hoe kan ik mijn beste versie van mezelf zijn in deze onzekerheid? En wat ga ik hier uithalen? Nou, uiteindelijk is dat 5,5 maand kon ik niet in mijn huis. Ik woonde overal en ergens. En ik heb mijn beste tijd in mijn business gehad. Ik heb mijn beste tijd gehad qua persoonlijke ontwikkeling, qua lichaam. Ik hostte events. Dus dat was mijn beste tijd ooit. Door puur te focussen op wat er binnen je controle ligt. Dus zo heb ik die stoïcijnse filosofie eigenlijk gemasterd de afgelopen jaren. En ook het leven heeft me bepaalde testen gegeven om dat daadwerkelijk in de praktijk te testen. Want de theorie kan je heel snel leren in een aantal maanden. Maar die echte embodiment, dat echte masteren, dat gaat misschien 5, 10, 20 jaar, is een lifelong pursuit. Yeah. Dus dat ga je hele leven lang ga je dat leren. Oké, dus je tegenslagen zijn je grootste winst, dat zeg je wel vaker. Altijd. Altijd. En als je dat weer oppakt, die persoonlijke ontwikkeling en gym, als je een anderhalf jaar niet bent gegaan, ga je dan opeens van 0 naar 7 keer per week? Of heb je het langzaam opgebouwd? Of hoe heb je dat je leven weer in trek gebracht, stap voor stap? Ja, goede vraag. Ja, toen ik in de depressie zat, voor de mensen die daar niet zijn geweest, kijk, je hebt natuurlijk verschillende levels, maar als je dat nog nooit hebt meegemaakt, dan kan je moeilijk voorstellen hoe je je voelt. Om je een idee te geven, ik sportte altijd al veel. Ik ben 2 keer 20 kilo afgevallen. Ik sport bijna iedere dag. Gaat gewoon automatisch. En toen had ik het echt helemaal laten vallen. Om je een voorbeeld te geven, hoe erg ik me voelde. Ik moest echt al mijn moed verzamelen om mijn tas te pakken en naar de gym te gaan. Ja. En soms bereikte ik de gym niet eens. Dan stond ik buiten met mijn tas en dan dacht ik onderweg, niet meer binnen. Ik bereikte de gym gewoon niet eens. Ik brak in tranen uit. Ik dacht, hey, dit is useless. Geen energie. En dan ging ik weer naar huis. Of soms zelfs 1 keer dat ik onder de tijdens het bankdrukken was met het eerste, tweede setje. En bezig was en ook gewoon ineens moest huilen en gewoon crashte, instorten. En weer naar huis ging. Ik draagde ook hoodies, alleen maar zwart. Ik had donkere muziek op. Het was echt een donkere tijd. Mm-hmm. En om daarvan terug te komen, moet je letterlijk echt weer stapje voor stapje opbouwen. Dus ik ging gewoon, een stukje wandelen. En daarna weer wat langer wandelen. Weer wat lezen. Een keer weer trainen. Nou, dan gaat het op een gegeven moment vrij snel weer. Maar dat opbouwen, dat gaat echt stapje voor stapje. Want ik zat echt in een diepere plek. Oké, en die donkere tijd, denk je dat dat ook afhankelijk is van de omgeving waarin je jezelf bevindt? We zitten hier natuurlijk op Bali. Hier heb je super andere soort mensen om je heen dan mensen van studie of mensen van studentenvereniging of wat dan ook. Ja. Je hebt een totaal andere omgeving in Nederland. Denk je dat dat ook impact heeft op je gemoedstoestand? Ja, 100%. 100%. Kijk, het is natuurlijk waarmee je omringt, dat neem je automatisch over. Hè? Dat is met alles. Dus wat je leest, wat je consumeert, dat word je langzaam. Met wie je omringt, dat word je langzaam. Dus dat speelt een enorme grote rol. Maar ik denk voor je geluk kan het alsnog gebeuren. Ik zat in iets wat ze noemen de integrity gap. En de integrity gap is eigenlijk dat wanneer je leven, hoe je je leven leeft, heel erg ver afstaat van wie je eigenlijk bent in je core. Ja. Hoe verder je leven dat je leeft afstaat van wie je bent in je core, dus je daadwerkelijke authentieke persoonlijkheid, hoe ongelukkiger je bent en hoe ongelukkiger je voelt. En ik heb gemerkt dat het dan niet uitmaakt waar je staat of hoe het ervoor staat. Hè, of je onder de palmbomen staat of met je voet in de sneeuw is, echt maar. Je ziet het niet. Het komt niet goed binnen. Dus zolang die integrity gap, en dat hebben heel veel mensen, ook heel veel ondernemers, die zitten in hun business, spiritueel groeien ze verder en die gap wordt steeds groter en ze voelen een ongemak. Ja. Of ze missen wat purpose of drive of meaning. Dus die integrity gap, hoe groter die integrity gap wordt, hoe ongelukkiger je wordt. Dus in het leven is het altijd de taak om alles wat je doet te blijven matchen met wie jij continu wordt en bent. Als dat zo dicht mogelijk bij elkaar ligt,
ga je het gelukkigst zijn. Dus die integrity gap, die moet je weten te sluiten. En op dat moment bij mij was dat gewoon... Te groot. Bizar groot, ja. Oké, okay. Ja, laten we even teruggaan naar de eerste paar businessen die je hebt gerund. Yes. Je hebt het natuurlijk al verteld in andere podcasts, maar ik vind het wel een bijzonder aspect dat je het met Jorik hebt gedaan. Jullie werken nu niet meer samen, maar grootste biceps uit Nederland. Zo, Mr. Bowlingman. Ja. Maar hoe heb jij dat gedaan met hem een business op te bouwen? Toen ik ben begonnen, ben ik ook met een middelbare schoolvriend begonnen. Mm-hmm. En ja, dat liep minder goed, omdat hij andere soort ambities had. Ik stopte meer tijd in en misschien meer geld. Ja. Ik was wel benieuwd hoe jij dat deed. Of jullie eerst vrienden waren en daarna zaken deden. Of ja, hoe jullie elkaar hebben leren kennen en in business een goede business op hebben kunnen bouwen samen. Ja, hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik krijg deze vraag super vaak. En heel veel ondernemers die struggelen hier ook mee. Ja. En wij zijn inderdaad nu net sinds, 6-7 maanden uit elkaar. Na 7 jaar ondernemen samen. Dat is ook een hele moeilijke keuze. Dus daar kunnen we straks ook wel wat verder op ingaan. Maar hoe dat eigenlijk begonnen is. Jorik en ik zaten op dezelfde school, middelbare school. Daar gingen we niet echt met elkaar om. We kenden elkaar wel. Vervolgens belandde ik in de gym. Toen ik 13 was, was ik... Redelijk vroeg. Ja, toen was ik nog niet in de gym, maar toen ben ik voor het eerst 20 kilo afgevallen. Toen ben ik mijn benen gebroken, ben ik weer 20 kilo aangekomen. Ik kon bijna een jaar niet sporten. En daarna was ik volgens mij 16, 17 of 18, ergens in die buurt, ben ik weer naar de gym gegaan, weer 20 kilo afgevallen. Ja. Toen was ik lekker aan het sporten en langzaam kwam Jorik ook binnen in de gym. Wij kenden elkaar al en op een gegeven moment gingen we lekker samen trainen. Begon met 1 keer in de week, uiteindelijk gewoon naar 5 keer in de week. En we gingen echt hard. Ik was toen echt... veel meer afgetraind dan nu. Veel gespierder en echt puur bodybuilding samen met hem. 5 keer in de week, 's avonds, 7:30, 7:30 samen trainen. En we gingen als een trein. We trainden iedereen eruit. We aten goed, we sliepen goed, we trainden goed. Mindset gingen we bezig, gingen boeken lezen, persoonlijke ontwikkelingsjourney. Dus we waren echt zo'n accountability samen. Van hey, we doen dit samen en elkaar supporten. En nou, toen werden we langzaam beste vrienden. Niet langzaam, ging eigenlijk vrij snel. En in de gym kwam er een oude vriend van mijn vader naar mij toe, Mark. En Mark zei, jongens, jullie gaan zo hard. Kunnen jullie mij ook helpen? Ja. En dat is sowieso heel mooi voor business. Wanneer je echt ziet dat je skills hebt of een track record hebt. Dat er vanzelf mensen zijn naar die dat toekomen. Desired result ook hebben en dat ook willen. Dus Mark zag ons elke dag keihard trainen en keihard groeien. Mm-hmm. En toen vroeg Mark aan ons, jongens... kun je dat ook voor mij doen? En voedingsschema en het trainingsschema. En wij keken elkaar aan en zeggen, ja, kunnen we wel doen. Nou, wat kost het? Nou, we keken elkaar weer aan en zeggen, €50. Ja. Eerste business was geboren. Nou, Jorik, Mr. Systems. Jorik nog steeds beste vriend van mij, ondanks dat we uit elkaar zijn gegaan. Echt alleen maar love voor Jorik. Als je hem niet kent, @JorikWiet op Instagram. Zeker even checken. Heel inspirerend. En de eerste business was born. Dat was onze eerste business, Wider Fitness, 7,5 jaar geleden. Nou, wat onze goede match maakte en waardoor het bij heel veel mensen niet werkt, is je moet niet dezelfde persoon zijn in de business. Want dan ga je dezelfde dingen willen doen, dan krijg je crashes en is er ook niet heel veel nut misschien om samen in die business te zitten. Ja. Wij waren compleet twee opposites. Ik meer iets meer extravert, hij meer introvert, hij Mr. System. Ik Mr. Frontend of Mr. Face, Mr. Content van de business. Ja. En zo zijn we eigenlijk hand in hand gegaan om die business te starten. En daarbij was Jorik ook echt een blessing voor mij. Waar ik heel creatief ben, artistiek, veel ideeën heb, iets probeer. Snel misschien weer iets laat vallen omdat ik weer een nieuw idee heb waar ik super enthousiast over ben. Is Jorik echt degene die zegt, nee, we maken een systeem. We maken een template. We kunnen het kopieerbaar maken. We maken systems, automations. Scaling. Dus dat deden we direct in onze eerste business. Samen. En uiteindelijk is dat... ik vond daar op een gegeven moment verveling in die business. Ja. En toen zijn we richting onze tweede business gegaan. Een marketing agency. Oké. En die samenwerking, dat ging gewoon goed. Ook financieel. Want je maakt natuurlijk ook financiële beslissingen in je bedrijf. Bepaalde investeringen. Deden jullie dat 50-50? Of tijd die je erin stopt? Of hoe was die management daarin? Ja, nee. Dat is altijd supergoed gegaan. Echt gewoon in goed overleg. Ja. We hebben ook de eerste jaren, de eerste 5,5-6 jaar niks op papier gehad. Ondanks dat iedereen dat aanraden. Uiteindelijk hebben we dat wel gedaan netjes. Maar het was niet nodig. We hebben vanaf het begin dezelfde droom gehad. Ja. We gaan die freedom creëren. We gaan dit leven creëren. En we waren echt als een broederschap hand in hand van... bro, samen worden we miljonair.
Weet je, als samen gaan we deze freedom creëren. Kijk, iedereen zit in dit dorpje. Iedereen zit vast. Iedereen zit misschien onbewust vast. Niks ten nadele van patronen, wat iedereen doet. Ja. Iedereen zit in deze patronen. En dit zijn patronen die wij niet willen. We gaan dit samen doen. En eigenlijk met die missie samen en dat broederschap, zijn we dat gaan doen. Dus dat is altijd super goed gegaan. En de eerste 4-5 jaar, zou ik ook zeggen, heb ik bijna niks verdiend aan de business. Okay. We proberen continu te investeren. Communities te bouwen, ads te runnen, funnels te bouwen, mensen in te huren. Ads, dus ja, eigenlijk bijna niks uitbetaald en gewoon... Maar wel heel veel geleerd in die jaren qua online mega ondernemen. Veel geleerd, ja. Ten opzichte van een kunstacademie of andere school die je hebt gedaan, waarschijnlijk. Ja, we hebben echt veel gedaan. Dus bij Wider Fitness hebben we direct een brand gebouwd. Met een team van atleten, met affiliates en influencers, met een kledinglijn, met een online webshop. Echt met een brand. Eerste ads draaien. Okay. 3-7 return on investment op de ads. Toen dachten we, als we dat kunnen, kunnen we het ook met grotere budgetten. Laten we marketing agency starten. Nou, daar alles geleerd over funnels, e-mail marketing, ads. Uiteindelijk miste ik daar mijn creativiteit. Ik kan mijn creativiteit niet goed kwijt. Dus toen ben ik dat meer gaan omvormen of eigenlijk een stukken bijgeopend met meer content marketing. Toen deden we fotografie en video in een studio voor e-com brands. Okay, iets meer creatief. Dus ik heb heel veel facetten gezien. Hij heeft nog gedropshipped in the meantime, Jorik. Yeah. Echt wezen knallen daarmee ook. 1000 euro per dag draaide hij binnen een week. Okay. Maar het kostte hem 1000,50 euro om die 1000 euro te draaien. Dus hij werd met iedere dag armer. Hij kreeg het niet voor elkaar. En toen zijn we weer andere business gestart. Ja, dus jullie hebben eigenlijk samen verschillende business modellen gedaan. We hebben heel veel gedaan. En dat ligt misschien ook meer aan de persoon dat je bent. In plaats van dat mensen echt op zoek zijn naar... het nieuwe businessmodel dat je 10k per maand maakt. Of het nou verkopen op Bol is, of dropshippen, of Amazon, of crypto, of wat dan ook. Het gaat dus veel meer om de persoon die je bent. Fijn. En de skills die je hebt om x per maand te verdienen, of die vrijheid te behalen, zeg maar. Ja, en feit. De persoon die je bent bepaalt je succes. Je kunt in iedere business, in ieder businessmodel, kun je succesvol worden. Tuurlijk moet je echt wel kijken naar je strengths en weaknesses. Je moet kijken naar, oké, wat is je karakter, wat is je persoonlijkheid? En ja, dan is er gewoon waarschijnlijk een hogere kans van slagen in een type businessmodel voor jou. Kijk, als je niet houdt van systemen, als je niet houdt van... als je bijvoorbeeld niet houdt van systemen, dan moet je geen copywriting agency of een e-mail agency gaan creëren, weet je wel. Dan is de kans groot dat waarschijnlijk niet voor je is. Maar je kunt iedere business laten slagen. Geld is er genoeg, vraag is er genoeg. Het ligt echt aan de persoon die jij bent, of je bereid bent om door te zetten en het juiste te doen. Ja man, ja, ik denk dat jij ook heel erg focust op die input ten opzichte van de output. Want iedereen heeft doelen, iedereen wil miljonair worden of iedereen wil X of iedereen wil Dubai of wat dan ook. Of materialistische dingen, zeg maar. Ja. Ik heb het gevoel dat dat voor ons iets minder belangrijk is, materiaal. Maar jij focust heel erg op... input, dat merkte ik ook toen ik bij jou in het programma zat. Yes, sir. Ik had een bepaald omzetdoel voor coaching of voor een store of wat dan ook. En jij focuste echt op de taken, zeg maar. Ja. Hoe kom je daar? Misschien moet je daarvan meer doen. Of misschien moet je het beter doen. Of anders naar kijken. Dan ga je veel meer resultaatgericht te werk. In plaats van, ik hoop dat ik deze maand X per maand draai. Ja. Dat is een compleet andere denkwijze. Mindset. Ja. Ja, en de diepere laag daarachter is dus eigenlijk, oké, wat is high performance? High performance is presteren op een bizar hoog niveau. Of in ieder geval voor een bovengemiddeld niveau. En voor mij is dat een formule die je je leven lang vol kan houden. Nou, als we dat willen doen, als we op hoog niveau willen presteren, hebben we veel responsibilities, hebben we veel tegenslagen. Die moeten we allemaal kunnen managen. Dus wat wordt belangrijk voor je succes, is de persoon die jij bent kunnen managen in iedere storm en continu kunnen blijven presteren. En als jij focust op externe dingen, omzet... externe dingen, die krijg je misschien wel eens wanneer je ze wilt, maar ook heel vaak niet. Dus als je continu je energie, je mood, je drive, je motivatie laat afhangen van je cijfers, dan ga je continu zo en je input gaat ook continu zo. Terwijl wat is het enige dat binnen je controle is, is de kernvraag die je moet stellen. Dat hebben wij ook de hele tijd gedaan. Oké, cool, die cijfers. Tuurlijk, je moet streven, je moet hoog mikken, je moet je laten inspireren. Yeah. Je moet continu door willen groeien. Maar de emoties... ons geluk dat we krijgen, onze voldoening die we krijgen, stoppen we op alles waar we controle op hebben. Oké, we gaan harder werken, we stoppen er nog een uur in. Dus in plaats van, ik wil
dit is mijn doel. X omzet, natuurlijk, die moet je hebben. Moet je dus ook doelen hebben die allemaal binnen je controle liggen. En dan kom je in een situatie waar jij 100% macht hebt over je doelen. En dus ook veel meer macht hebt over je emoties en je staat van zijn. En dan ga je veel harder presteren. Oké. Okay. Ja, we doen natuurlijk elk jaar die Own Your Year. Ja. Ik doe het nu zelf ook 2 jaar. En enorm waardevol, ook niet alleen business-wise, maar ook privé-wise. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel ondernemers zich wel kunnen herkennen in, ik plan alles business, zeg maar. Ja. Daar ben ik zelf ook een beetje schuldig van. Dus een grote deel van de dag is vaak zakelijk. Ja. En je plant weinig privé. En bij jou zie ik dat je echt nog, zoals Michael Pilatschik bijvoorbeeld zou zeggen, je mooiste leven leidt. Ja. Terwijl je ook nog je business runt. Ja. Dus hoe combineer je die twee dingen momenteel, privé en zakelijk, om toch het maximale op beide vlakken eruit te halen? Hele mooie vraag. Ja, ik denk dat alles begint bij weten wat je wilt. Ja. Je moet altijd weten wat je wilt. Als jij niet weet wat je wilt, ik weet het ook niet voor jou, maar meestal bepalen dan bepaalt de maatschappij waar je heen gaat. Ja, dus daarom beginnen ook veel mensen met, oké, ik wil freedom, punt. Ja. En ik verhoog mijn standaard naar die freedom en daarom ga ik ondernemen en stap ik niet meer in die 9-5, punt, keuze gemaakt. Ja, dus alles in je leven start bij weten wat je wil. The start with why, Simon Sinek also. Dus je moet weten wat je wil. Alles in je leven start met weten wat je wil. Hetzelfde met je lifestyle. En daarom is het zo belangrijk, wat is de persoon die jij wil worden en welk leven wil je creëren? En je moet dus beginnen bij, wat is het leven dat ik wil en hoe ziet dat eruit? Wil ik non-stop werken? Oké, er zijn mensen die dat wil. Jij hebt dat misschien iets meer dan ik bijvoorbeeld. Dat je misschien iets meer nog continu op die business zit, wat je inderdaad zei. Wat wil ik? Ik wil ook me spiritueel ontwikkelen. Ik wil ook de beste vriend zijn voor de mensen om me heen. Ja. De beste man zijn in mijn relaties. En daar ook echt van genieten en present zijn. Dus voor mij is geld verdienen, mijn doelen behalen en impact maken, het stukje business, is niet belangrijker dan het leven. Ja, dus ik zie ook alles als één. Ik zie alles super holistisch. En vooral in mijn business is het echt één. Wat ik leer ik weer een andere en dat helpt anderen weer verder. Mm-hmm. Dus op die manier leg ik heel mooi de balans in mijn lifestyle. En daarbij is het dus ook gewoon heel belangrijk dat je ten eerste weet waar je heen gaat. Anders ben je niet efficiënt. Zeker. En ten tweede moet je kunnen plannen. Dat is een skill die heel veel ondernemers echt nog veel beter kunnen gaan doen. Dat doen we ook bij de Own Your Year. Plannen we een heel jaar uit. Wat wil je nou echt? Op alle vlakken. En hoe gaan we dat bereiken door alles te doen wat binnen onze controle ligt? Ja, en dan moet je reverse engineeren en inplannen. Dus je hebt bepaalde structuren en standaarden nodig om ook in die uren super efficiënt te zijn. Ja, en dat stelt je gewoon in staat om veel meer gedaan te krijgen, om dubbel zoveel gedaan te krijgen in de dag en meer vrije tijd te hebben. En als je dan weet wat je wilt in je vrije tijd, ja, dan kan je de tijd ook dubbel zo hard benutten. In plaats van dat je op je telefoon zit te scrollen en de dag is voorbij. Zeker. Ja, hoe plan jij dan bijvoorbeeld een dag, een week of een maand in? Zeg maar ook met voeding-wise, omdat je daar dips van kan ervaren als je brood eet of allerlei andere dingen. Ja. Hoe plan je die voeding, training, bepaalde uren, bepaalde werkblokken en privé? Ja. Hoe plan je dat in? Is het bij jou ook echt weekend of doe je echt door de week? Hoe ziet dat er voor jou uit? Als we dat allemaal moeten doorlopen, dan hebben wij een mini-cursus. Ja. Ja, dan hebben we een heel waardevol product. Maar even snel, om het snel even te doorlopen, om achteraan te beginnen. Ik neem heel vaak gewoon een dag vrij. Eigenlijk bijna iedere dag neem ik sowieso één dag vrij in de maand. Om echt te rechargen, om uit te zoomen. Te kijken, waar zijn we mee bezig? Zijn we nog wel efficiënt? Moeten we andere keuzes maken? Ja. En dat kan je alleen als je afstand neemt. Dus afstand nemen en vrije tijd nemen maakt je efficiënter of productiever als je het goed doet. Dus ik zie dat in theorie over tijd meer geld oplevert door niks te doen. Nee, door te ontspannen. Ja. Ja, dus daar sowieso, dat neem ik sowieso altijd. Qua voeding is het inderdaad al die dingen, al je hele lifestyle bepaalt hoe je presteert. Ook weer die holistische blik. Ja. Dus slaap het belangrijkste voor je energieniveau. Maar voeding inderdaad ook heel erg belangrijk voor je focus. Je zei het al, als je brood eet, je energiedipjes. Dus wat ik persoonlijk doe is, ik heb in de ochtend vaak de eerste paar uur van de dag, ga ik opstaan, ga ik trainen, ga ik andere dingen doen die ik persoonlijk wil doen. Dus om 7 uur eruit bijvoorbeeld, om 10 uur begin ik meestal met werken. Okay. Dus die eerste 3 uurtjes, bijna geen telefoon of geen telefoon. Sporten. Geen muziek tijdens sporten? Of, muziek soms. Verschilt. Soms een paar maanden wel, soms een maand niet. Om die dopamine receptoren ook weer een beetje te resetten. Dus de eerste paar uur zijn gewoon heilig voor mij. Geniet van die ochtend. Ik maak daar mijn planning.
Ik train, ik doe dingen, ik ben present, ik geniet van de dag. Dan om 10 uur ga ik werken. Ik begin meestal met een deep work blok. Dus de eerste paar uren zijn deep work, ongestoord werken, je meest impactvolle werk. Dan een pauze en dan wat lighter work. Dus eigenlijk continu calls. Mijn hele middag zit eigenlijk bijna altijd vol met calls. Nou, hoe structureer je dat met voeding? Ik doe zelf intermittent fasting. Dan blijft die bloedsuikerspiegel stabiel. En je energieniveau die wordt voornamelijk daardoor bepaald. Dus wanneer die bloedsuikerspiegel piekt, wat voornamelijk gebeurt door koolhydraten, minder bij eiwitten en vetten. Wanneer die piekt, krijg je ineens heel veel energie na een croissantje of een broodje of whatever. Precies. En daarna kakt die in. En naast dat je energie inkakt, heb ik zelf heel erg gemerkt, en misschien als luisteraar herken je het, dat ook mijn drive en mijn emotionele staat heel erg inkakt. Dus ik heb dan gewoon, ja, je kakt helemaal in als je een dikke inkakker krijgt. Dus intermittent fasting zorgt ervoor dat stabiel blijft. Heb je laserfocus. Om dat te verlengen, breek ik dan de vast met eiwitten en vetten. Ja. Voor de eerste maaltijd tussen 11 en 1. Wanneer ik trek krijg, ik ben niet te streng. Dan de eerste maaltijd. Maar doordat die bloedsuikerspiegel dus stabiel blijft, behoud je die laserfocus. Dus nu heb ik al focus van 7 uur tot 3 uur. Een bovengemiddelde focus. Dan zou je nog een maaltijd kunnen nemen, eiwit en vet, of langzaam wat koolhydraten kunnen combineren daarmee. Als je ze maar combineert. En daarnaast zijn nog wat andere trucjes om die piek te verminderen. Ook door na de tijd even te wandelen. Of 2 wortels te eten, een kwartiertje bijvoorbeeld, voordat je gaat eten. Stabiliseert allemaal die bloedsuikerspiegel. Kan je dus die focus, heb je controle over je focus en je energie. Ja. Tot misschien wel 5 uur. Dus je kan super gefocust werken. En de avond neem ik dan extra veel koolhydraten. Want dan slaap je ook weer dieper. Dus dan heb je de volgende dag weer meer energie. Oké, en hoe train je bijvoorbeeld tijdens intermittent fasting? Ik heb bijvoorbeeld een huisgenoot en die deadlift bijna 200 kilo. Dus die, dus die is wel een beetje aan het powerliften, dat soort dingen. Ja. En die zegt dan tegen mij van ja, dat moet je niet doen, et cetera. Want dan verlies je veel kracht. Hoe train je nu? Wat voor trainingswijze heb je? Wat voor trainingsdoelen heb je? Zeker 's ochtends als je nog niet hebt gegeten. Hoe zie je dat zelf? Brand je dan meer vet? Of hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat het een kwestie is van persoonlijke voorkeur. Ja. Volgens mij laat nieuw onderzoek... Eerst dachten we echt, oké, als we intermittent fasting doen, verbranden we veel meer vet ook. Nieuw onderzoek laat eigenlijk zien dat bijna hetzelfde is of wel meevalt. Kijk, intermittent fasting geeft je gewoon heel veel controle over de calorie-inname. En het maakt het makkelijker om minder te eten. Ik ben iemand die altijd aankomt. Ja. Van nature. Dat is mijn lichaamstype. Als ik niet oplet, eet ik altijd te veel. Dus voor mij is intermittent fasting een supergoede tool om mijn gewicht te masteren. Ja? Voor anderen, als je wil aankomen juist, en je stelt het eten uit, wordt het juist moeilijker om je hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. Dus, maar ik heb gemerkt qua trainen dat het geen invloed heeft. Okay. Ja, zit je helemaal aan het eind van je vast en zit je in een tekort, krijg je misschien wat meer trek, heb je misschien wel in de kracht. Maar ik train altijd zonder voeding. Ik train hard. En dat is het beste wat... Yeah. Uiteindelijk, het duurt even een weekje om eraan te wennen. En daarna wil je nooit meer terug. En de manier hoe ik train... Ik train best wel uniek. Dus eerst deed ik meer bodybuilding. Dat vond ik saai. Ja. En voor mij moet het ook echt leuk blijven. Dat is een van mijn kernwaarden. Dus ik ben eigenlijk een soort van unieke eigen mix gaan creëren van trainen. Dus ik doe hardlopen. Ik doe zwemmen. Ik doe calisthenics. Bodyweight training. Weighted calisthenics. Fitness. Dus ik combineer eigenlijk al die sporten. Alles. Ik heb ook zelf wat oefeningen bedacht die ik nog niet op internet heb kunnen vinden. Okay. Die enorm goed werken voor mij. Dus ik kan wel zeggen dat ik eigenlijk mijn hele eigen trainingsfilosofie heb bedacht. En ja, lekker actief, lekker functioneel. Het lichaam moet vooral functioneel zijn. Yeah. Formaat doet er niet toe, weet je. Als je kracht hebt, maar je kunt het niet gebruiken. Als je formaat hebt, maar je kunt het niet gebruiken. Ja, wie hou je voor de gek? Ja, dus zeker. Je moet als man krachtig zijn. En ja, daarvoor moet je gewoon praktisch trainen, vind ik. Voor dingen die je in het echte leven kunt gebruiken. Okay. Dus dat is hoe ik train. Ja, en altijd fasted. En bijvoorbeeld als je kijkt naar functioneel, of in ieder geval dat je langere tijd traint. Hoe belangrijk denk je dat dat is voor business bijvoorbeeld? Die Mark kwam ook naar jou toe, omdat jullie gewoon twee beesten in de gym waren. Als jij gewoon die papzak misschien van vroeger was, dan was Mark nooit naar je toegekomen. Dus hoe belangrijk denk je dat het is om in shape te zijn? Persoonlijk, maar ook zakelijk. Want als jij er beter uitziet, of droger, dan maak je misschien ook meer deals. Hoe kijk je daarnaar? Ja, zeker. Ik denk, als jij gezonder bent, gaat alles in het leven beter. Ja. En alles in het leven gaat makkelijker. Ten eerste, je zit in een veel hogere energie. En ja, ik geloof dat het allemaal doorcijpelt in je business.
En persoonlijk leiderschap, dus de man worden die je moet zijn om die business te kunnen runnen en die business te kunnen schalen, is gewoon het allerbelangrijkste. Als jij geen controle kunt hebben over jezelf en over je lichaam, als je jezelf niet mastert, ja, hoe ga je de wereld dan masteren? Weet je, als je jezelf niet onder controle hebt, hoe ga je dan je beste impact kunnen maken? Dus je beste, grootste impact maken start altijd bij jezelf. Oké. Okay. Dus 100%. Nice. En hoe manage je bijvoorbeeld nu je familie? Want je reist best wel veel afgelopen tijd, mm-hmm. zag ik. Mm-hmm. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met Nederlandse familie of je vader die in China woont? Hoe manage je dat? Want die mis je misschien ook wel als je langere tijd van huis bent. Ja, dat is die mis ik sowieso. Dus ja, ik probeer gewoon te bellen wanneer ik kan en te updaten wanneer ik kan. Maar ja, dat is wel, als we kijken naar de On Your Year en de doelen die we gesteld hebben, is dat een van mijn doelen. Om meer tijd te besteden aan familie en daar eigenlijk meer aanwezig te zijn. Dus ja, weet je, het is altijd een balans van alles in je leven op orde krijgen. En ja, bij mij is familie, mag zeker nog beter. Mijn vader woont in China, die ben best wel zonder mijn vader opgegroeid. Hij woont al 25 jaar in China. Die band ben ik nu echt proberen aan het herstellen meer. Ja. Ik kom net uit China, ik heb een maand bij hem gewoond. Ik heb ook een half broertje en een half zusje. Dus daar heel erg gewerkt aan die relatie samen, leuke dingen gedaan samen. Ja, mijn moeder, ja, die mis ik natuurlijk ook enorm, mijn opa en oma. Dus die probeer ik gewoon wekelijks te bellen en te updaten. Ja, en als ik in de buurt ben, dan probeer ik altijd langs te gaan wanneer dat lukt. Snap ik, man. Maar ik zou wel uiteindelijk ook dichter bij mijn familie willen wonen. Willen wonen, ja. Dus ja, de freedom is heel erg nice en in Azië zitten en overal kunnen zijn. Maar ik heb gemerkt dat de grootste biohack, het grootste voor je geluk, is je community. Zijn je partner, is je familie, juist. De mensen om je heen. Dus ik kom nu langzaam wel in de fase, ja, ik ben 28, dat ik echt langzaam wil settelen. Ik wil ergens base maken, ik wil echt op locatie ook impact creëren. Ja. En echt een community creëren en echt waarde toevoegen op een plek. Oké, okay, want je hebt best wel veel gereisd, denk ik, de afgelopen jaren. Ja, man. Best wel veel plekken gezien. Ja, zeker. Hoe belangrijk denk je dat is voor, ja, persoonlijk en business-wise, dat je op nieuwe plekken komt, nieuwe culturen zien, ja. Dat je als mens kan groeien, zeg maar. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest dat je in Barcelona hebt gewoond, dan weer in China zit, dan weer nu in Bali, ten opzichte van iemand die alleen maar heel zijn leven in zijn eigen, ja, dorp blijft en nooit echt komt, zeg maar. Ja. Hoe zie je dat hele reizen? Ja. Ik denk sowieso, kijk, ik geloof in het leven niet, er is geen ultiem antwoord. Er is geen ultieme waarheid en er is geen goed of slecht. Dus wat werkt voor iemand, als iemand heel gelukkig is in dat dorp en hij is super blij met zijn baan en hij heeft weinig zorgen en hij houdt ervan, heerlijk. Weet je wel, dus iedereen die wil sowieso wat anders. Ik denk dat het, voor mij het reizen is, ja, mega waardevol geweest. Kijk, we hadden het er net voor de podcast even over hier in Bali. Alleen maar ondernemers, je wordt continu geïnspireerd. Je hoort toffe verhalen, je krijgt nieuwe inzichten, nieuwe antwoorden die je weer kunt gebruiken. Dus het reizen is wel een soort van shortcut die je kan nemen naar meer groei. Ja. Op alle vlakken. Meer spirituele groei, je mindset groei, je business groei. En ook door te reizen, ik heb ook veel alleen gereisd. Ja, mm-hmm. Dat is de ultieme spiegel waar je continu geconfronteerd wordt met jezelf. Of ja, waar je eigenlijk continu oog in oog staat met jezelf. Hey, hoe ben je alleen en hoe handel je in alle situaties en waar je jezelf leert kennen? Ik denk dat het super, super, super belangrijk is. Uh-huh. Maar wat ik ook heb geleerd is dat die freedom een soort van illusie is. En dat is een inzicht wat ik de laatste tijd meer heb gehad, is wat is freedom? En wat is freedom voor jou? Dus die why waar we het net over hadden, die is super belangrijk. Die moet je hebben als je dat niet helder hebt. Dus om je voorbeeld te geven is, wanneer jij continu onderweg bent, wanneer je continu op reis bent, wanneer je nergens de commitment maakt om ergens te settelen, of je bent continu op reis, je ontmoet nieuwe mensen, je maakt halve relaties. Hè, een echte relatie bouwen duurt jaren aan, investeren in elkaar natuurlijk, maar je bent onderweg. Je ontmoet mensen, je maakt halve relaties, je gaat weer verder, je maakt halve relatie, je gaat weer verder. Je komt nooit aan. Nou ja, sowieso in het leven geloof ik dat je nooit aankomt, want je continu groei je door en wil je nieuwe dingen. Maar is het freedom om continu onderweg te zijn, waarin nu mijn perspectief is veranderd naar nee, ergens de commitment maken tot een basis. En dan de freedom hebben om vanuit daar continu alles te ontdekken en alles te zien. Dat is de echte freedom. Ja. Dus dat is hoe ik er nu zelf naar kijk. Mm-hmm. Ja, en één vraag die daar gewoon bij. Ik heb echt veel gereisd. Hoeveel landen ben je geweest? Weet je dat toevallig? Nou ja, echt veel gereisd. Misschien, het is ook relatief, maar
Ik weet niet hoeveel landen ik ben geweest, maar ik heb in Europa redelijk veel landen gezien. Ik ben nu naar Azië redelijk vaak geweest. Ik ben 9 keer in China geweest. Thailand, Bali, Cambodja. Nou, in Europa veel landen gezien. Spanje geweest. En ik begon gewoon na te denken. Een vriend van mij die zei dit tegen mij. Ook echt een super spirituele gozer is dat, waar ik echt wel tegenop kijk. Die kan af en toe van die hele mooie dingen vragen waar ik dan heel lang over nadenk. En ik was met hem over aan het praten over die basis bouwen en die commitment creëren. En toen zei hij, ja, down the line, weet je, als je leven voorbij is, wat doet het dan toe? Dat je continu rondgereisd hebt, uit je koffer hebt geleefd, nieuwe mensen hebt ontmoet, maar niet echt relaties hebt gemaakt, niet echt de diepte in. En continu vernieuwing. Tuurlijk heb je ervaring, dat is mega belangrijk. Ten opzichte van het kiezen van een plek en daar community bouwen en waarde creëren en een groep creëren om je heen waar je echt relaties mee maakt die je leven voller, gelukkiger, blijer maken. Down the line, wat doet er echt toe? Ik denk dat het tweede er echt veel meer toe doet en je veel meer gelukkiger gaat maken. Je ook een veel langer leven gaat geven, laat research ook zien. Community is super belangrijk voor longevity. Dat is echt de grootste biohack. Mensen om je heen. Dus de gouden mix vinden, dat is waar het om gaat. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Als je continu on the road blijft, dan ga je denk ik uiteindelijk ook je geluk niet vinden. Nee. Ja, ik doe het ook wel. Veel reizen, eerlijk gezegd. Ja, hoe balanceer jij dat? Ja, ook wel met een vaste groep. Dus we hebben gewoon een vaste groep ondernemers die ik al langere tijd ken. Ja. En daar plannen we gewoon samen trips mee. Want ik heb zelf wel echt gezien van. Ik heb ook wel solo gereisd naar Gran Canaria en andere plekken. En dan heb je een mooi strand, maar je hebt het niemand om mee te delen. Exact. En Ja. misschien een vrouw voor een avond, zeg maar. Maar je hebt Ja, geen. precies. Je Ja. hebt niet echt broeders om je heen. En Nee. ik denk dat die community echt zo belangrijk is dat je elkaar hebt. Ja. Als man of als ondernemer of als mens in het algemeen. Dat je echt iets aan elkaar hebt. Want je kan wel een mooie plek hebben in Dubai. En je hebt een mooie auto. En je hebt een mooi horloge. Ja. Maar als je geen echte mensen om je heen hebt. Die alleen maar voor jou zijn. Omdat je die Lambo hebt. Of omdat je X, Y, Exact. Z hebt. Dan Ja. is dat eigenlijk helemaal niks waard. Als ik het zo zie. Ja, nee, feit. Feit. En dat noemen ze de tweede berg. En veel ondernemers beklimmen de eerste berg. Heel veel van mijn klanten ook. Waarbij ze eigenlijk jong beginnen met ondernemen, jong succesvol worden. Denken, wat wil ik? Ik wil freedom, money en de lifestyle die we op internet zien. De Dubai lifestyle. Heel veel klanten van mij. Die behalen dat. En soms ook wel echt met groot succes. Ik heb ook multimiljonair klanten die gewoon begin 20 zijn. En dat allemaal hebben behaald. Maar wat ze ervoor op hebben geofferd, zijn de mensen die er altijd voor hun waren. Ook toen ze nog niks hadden. En die hun altijd supporten. Hun familie. Hun vaste basis. En dan ontstaat er bij sommige mensen, dat is het gevaar, een enorm groot gat wanneer je dat bereikt hebt en denkt, hey, dit is het eigenlijk helemaal niet. En dat is het ook niet. Want het externe gaat jou nooit gelukkig maken. In het leven is het de zoektocht naar je interne geluk. De ontwikkeling van jezelf. En daarom is de persoon zijn zo belangrijk. Want de persoon ontwikkelen, dat is waar je geluk vindt. Geluk komt altijd van binnen, niet van buiten. Dus en dan begint de tweede berg. Dus je hebt je succes, je wil alleen maar money, je wil alleen maar lifestyle, Status. je status, respect, vrouwen, whatever je wilt. Je geeft er alles voor op. Je bent in Dubai, je rijdt je Lambo, je zit daar alleen. Nou, ik heb het nog niet behaald, dus nou, ik kan op dat gebied er niet over meepraten. Maar ik kan dingen doen, want ik heb het geld en ik heb de freedom. Ik doe het niet. Dan ben je op die top. Dan realiseer je dat. En dan crash je in. En dan begint eigenlijk de descent, de afdaling van de eerste berg, waarin je bij de vragen komt: wie ben ik? Wat zijn mijn values? Wat zijn mijn standaarden? Waarom leef ik? Wat is de impact die ik achter wil laten? Wat is mijn purpose? Wat is mijn visie? Wat is mijn missie? Wie ben ik als man? En wat wil ik? Waarom ben ik hier? Daar helpen wij ook ondernemers mee om dat te vinden. En dat kan een hele zware journey zijn, mentaal en spiritueel. En dan kom je eigenlijk weer bij soort op een onderaanpunt. Je staat weer beneden aan de berg. En dan begint de tweede journey. En dat is de journey naar je authentieke zelf. En daar ga je al die vragen, ga je antwoord vinden op al die vragen. En daar vind je geluk. En dus ook de mix tussen je succes en je geluk. En dat is wat je wil vinden. Dat noem ik peak existence. Dus niet alleen peak performance, waar je alleen maar hard presteert. Maar peak existence. Wanneer je totaal weet wie je bent. Wat is de impact die je wil maken? Waar sta je voor? Wat zijn je regels, je standaarden? Hoe wil je leven? En je hebt alles op orde. En vanuit dat leef je uit abundance, liefde en geluk.
En alles om je heen wordt alleen maar meer op een positieve manier. Heb je dat voor jezelf ook allemaal op orde? Wie je wilt zijn, et cetera. Je purpose, je missie, et cetera. Verandert dat ook gedurende jaren, maanden misschien ook wel? Ja, dat verandert enorm. Net zoals dat je eerst denkt dat je die money wil en die lifestyle wil. En daarna verandert het weer. Dus ik geloof, in het leven ga je door poorten, levensfases. En dan kan alles ineens veranderen. En ik ben een jaar geleden ongeveer weer door zo'n poort gegaan. Dat ik dacht, hey, alles verandert weer. Weet ik het 100%? Nee, tuurlijk niet. Want het verandert ook continu. Maar ik krijg nu wel steeds meer. Ik zou zeggen, ik heb nu echt gewoon steeds meer duidelijk wat ik wel wil. Ja. In het leven en wie ik wel ben en wat mijn values zijn en wat ik toe kan voegen en waar ik tot ik toe in staat ben. Dus ik zou zeggen dat ik daar bijna ben. Ik zei net ook al, in het leven geloof ik dat je nooit aankomt. Er is geen eindbestemming, weet je. Dus je komt nooit aan. Er is altijd verandering en altijd nieuwigheid en altijd, jij groeit als persoon continu door. Dus er is geen eindstreep. Daarom moet je ook geluk vinden in wat binnen je controle ligt en het proces waar we het in het begin over hadden. Dus ik ben daar nog niet, omdat ik ook denk dat dat continu verandering is. Maar de stip op de horizon hebben, zeg maar, dat een horizon, weten waar je naartoe wilt, is het allerbelangrijkste. Dus hier ligt een boek van Seneca, ook Letters of a Stoic. Dit boek, Letters of a Stoic. En Seneca zegt eigenlijk ook, if you don't know where you're sailing, no port or no wind will be favorable. So if you don't know which port you're sailing, no wind will be favorable. Betekent eigenlijk, als je niet weet waar je naartoe vaart, naar welke haven je naartoe vaart, dan is geen één wind gunstig. Dan ben je continu in verwarring en behaal je geen progressie en kom je eigenlijk nergens. Ja. Dus je moet gaan uitvinden waar je heen wilt om echt je beste leven te creëren. Nice. En hoe vind je dat voor jezelf uit? Het zijn natuurlijk altijd wel mooie dingen van, hey, je moet je missie vinden, je moet je purpose vinden. Hoe begin je daarmee? Ga je in je kamer zitten en pak je pen en papier? Of hoe heb je dat voor jezelf gedaan? Ja, dit is de levensvraag. Ja. Dit is de moeilijkste vraag. Ja, je moet het doen inderdaad. Ja, succes. Red je ermee? Nee, het is hartstikke moeilijk. Ik zou zeggen, de makkelijkste manier om te starten is de process of elimination. Dus het proces van verwijderen. Het is moeilijk om te vinden wie je niet bent. Het is moeilijk om te vinden wie je bent. Mm-hmm. Het is moeilijk om te vinden wie je bent. Dat is heel moeilijk. Ja. Maar het is makkelijker om te vinden wie je niet bent. Dus wanneer je achteraan begint, eigenlijk het omdraait. Wie ben ik niet? Waar sta ik niet voor? Mm-hmm. Wat is het leven dat ik niet wil? Ja. Let's make a list. Boom, 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 boom. Zo wil ik niet leven. Zo wil ik me niet voelen. Ik wil niet overgewicht zijn. Ik wil niet weinig energie hebben. Ik wil niet weinig vrije tijd hebben. Ik wil niet weinig relaties hebben. Ik wil niet weinig impact maken. Ik wil niet er lelijk uitzien of er onverzorgd bij lopen. Ja. Ik wil niet in een klein appartementje wonen in de stad, maar ik wil een tuin. Ik wil niet. Dus wanneer je begint bij wie je niet bent, is het veel makkelijker dan beginnen bij wie je bent. Dus daar zou ik beginnen. Pak pen en papier. Wie ben ik niet? Okay. En dan kom je al heel ver. Goeie tip. Ja, maar journalen is super belangrijk. Dus je moet. Wij hebben allerlei oefeningen en sessies die we met klanten doen om daar te komen. En het is eigenlijk continu spiegelen. Spiegelen en vragen stellen. En dat kan je zelf doen. Dus je kan zelf gaan journalen. Dat is super krachtig. Daarom is journalen ook zo krachtig. Omdat je kunt letterlijk in gesprek gaan met jezelf. En jezelf vragen stellen. Maar het is nog krachtiger met een coach. Wat wij doen. Want wij gaan dus eigenlijk zoeken naar die integrity gap. Waar ik het in het begin over gehad heb. Wat zeg jij dat je wilt? Of wat zeg jij dat je doet? En wat doe je echt? En wat wil je echt? En daar willen we eigenlijk die afstand in vinden. Okay. Dus, en dan vind je langzaam wat je wel wilt. Dus dat spiegelen is heel erg belangrijk. Het journalen is heel erg belangrijk. Jezelf die vragen blijven stellen. Ervoor gaan zitten om de tijd nemen. En het leven. Je moet in het leven ga je antwoorden vinden. Dus je hebt ook soms gewoon meer tijd nodig en meer tegenslagen en meer dingen proberen. Je moet meer dingen proberen. Je moet meer gaan leven. Meer shit doen. Ga uit het huis, ga uit die kamer. Doe dingen. Ga alle dingen doen. Vind wat je niet leuk vindt. Vind wat je tof vindt, wat je aantrekt. En volg je hart en je intuïtie ook. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Heel veel mannen en heel veel ondernemers hebben daar niet echt toegang tot. Dat ze continu in hun rationale brein zitten. Ja, ik denk dat de hormozie zegt dat ook, van je moet meer shit doen.
zakelijk en privé. En dan heb je ook meer dingen om over te praten. En er zijn gewoon heel veel mensen online die alleen maar praten, zeg maar. Ja. Of alleen maar zeggen van, jij moet dit doen of dit moet jij doen om 10k per maand te verdienen. Ja. Maar ze laten zelf weinig zien, zeg maar. Ja. Als je zelf toffe shit doet, kan je dat ook laten zien. Jij bijvoorbeeld in je lichaam en dan krijg je daar ook meer klanten door, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Okay. En hoe kijk je zelf nog naar jouw verdere stappen? Komende jaren, je bent nu 28, misschien wel een leeftijd om te settelen. Ik hoorde Justin Waller een keer zeggen van, vanaf 28 kan je een serieuze relatie nemen, want dan ben je de man die de beste vrouw aantrekt, zeg maar, vanaf die leeftijd. Vanaf die leeftijd, ja. Hoe kijk je daar zelf naar? Naar het settelen, maar ook, ik had laatst ook een andere ondernemer die ik had gesproken, die was 40, 45, Turkse man, een miljoenen business ook, meerdere vastgoedpanden, en die zei ook, ja, ik heb een vrouw. Die kost me sowieso 30% van mijn tijd. Ik heb kinderen, die kosten me ook 30% van mijn tijd. Dus 60% van mijn tijd is al weg. Dus ik opereer op 40%. Ja. Dat doe ik met alle liefde. Maar hoe kijk jij naar dat je weer een vaste relatie krijgt? Dat je ergens misschien gaat settelen, lange termijn gaat wonen. En dat combineren met de rest van je leven, je vrienden en zaken doen. Ja, ja. Ja, dat is wel inderdaad wat ik nu langzaam gewoon heel graag wil. Dus, en dat is ook wat het leven waarde geeft voor mij. Wat ik zei net al, community en relaties. Dat is het allerbelangrijkste. Dus hoe meet je ook waarde en hoe meet je succes? En daarom komen we weer bij die why. Hoe meet je waarde, hoe meet je succes? Is succes voor jou een leeg leven met heel veel money? Of is succes voor jou de mooiste relaties en alles op orde en... Wat is succes voor jou? Dus hoe definieer je succes? En voor mij gaat succes veel verder dus dan alleen maar business en alleen maar money. Ik heb nul interesse in een leeg leven met heel veel money. Nul interesse in 40, 50 jaar zijn, geen vrouw hebben en miljoenen business hebben. Precies. Ik heb er nul interesse in. Succes voor mij is succes in relaties. Ik wil heel graag vader worden. De beste vader zijn voor mijn kinderen is een van de grootste dromen. Dat is ook echt succes. Weet je wel? Dus rijkdom is al die aspecten kunnen masteren. En dat is ook wel denk ik wat wij met onze klanten doen is hoe master je alle aspecten, hè? Niet alleen je business. En wat is succes voor jou? Dus we helpen mensen ook echt te vinden wat dat succes voor hun is om je beste leven te creëren. Oké, echt een allround individual zijn, zeg maar. Ja. Op alle aspecten goed performen, niet alleen in de gym of alleen business. Gewoon overal een 8 scoren ten opzichte van ergens een 10 en dan in relaties een 2, bijvoorbeeld. Ja, exact. Overal een 8 scoren of een 9. Kijk, perfectie. Als je elke dag perfect moet zijn, dan krijg je een heel zwaar leven. Ja. En alles wat niet perfect is, is mooi. Want daar kan je groeien en leren. Dus alles start bij, wat is je perceptie op dingen? Hè? Dus overal wat niet goed gaat, is een opportunity voor groeien. En dat is juist heel mooi. Ja, dus ja, leef op al die vlakken in die 8 of die 9. Ja, je gaat een super mooi leven hebben. En ja... Dat, 100%. Vet, man. En nog over investeringen in jezelf. Ja. Je bent natuurlijk nu 28. Zijn allebei coaches in principe. We zijn redelijk jong. Wat ik vaak hoor van andere mensen van... Hey, hij is 23 of hij is 28. Hoe kan je jezelf dan een expert noemen? Heel veel mensen denk ik dat die nog in vastgeroeste patronen zitten. Misschien die een stuk ouder zijn natuurlijk. Die misschien wel onze moeder zouden kunnen zijn bijvoorbeeld qua leeftijd of vader. Ja. Die kijken daar heel anders naar. Hoe kijk je naar jezelf coach noemen in dat geval? Ja. Ten opzichte dat je 28 bent en sommige mensen misschien zullen denken... Hij is nog heel jong. Dus aanleidingstekens. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ook goede vraag. Ik doe sowieso... Kijk... Je bent ervaringsdeskundige op een vakgebied. En ik denk dat het belangrijkste is, ik leer alleen wat ik leer. Ja, wat je weet. En wat ik leer en wat ik weet. Ja. Ja, dus ik leer alleen verder wat ik geleerd heb en wat ik weet en waar ik tegenaan heb gelopen en oplossingen voor gevonden hebben. Kijk, qua business, wat is succes? Ik zou niet zeggen, kijk, ik heb nog geen miljoenen business gebouwd, nog geen miljoenen businesses gebouwd. Dus ik ga niet als business coach dat aan mensen leren. Dan krijgen we een hele grote integrity gap. Word ik heel ongelukkig. Dus ik leer wat ik gemasterd heb aan anderen. En iemand anders kan heel ver zijn op zijn financiële vlak. Dat zijn veel van mijn klanten. Maar minder ver op dat persoonlijke en spirituele vlak waar ik verder ben. En dan kan ik ze begeleiden. En misschien niet voor 10 jaar. Maar misschien wel voor een jaar of anderhalf. Kan ik de hand vasthouden en ze nieuwe inzichten geven. Dus het is belangrijk dat je leert
dat je leert wat jij weet. En als je ook leert wat jij weet, ja, dan kan je daar ook 100% achter staan. En verder geloof ik, iedereen op de aarde is 100% uniek. Dus qua DNA is niemand hetzelfde. En iedereen heeft zijn eigen dingen meegemaakt en zijn eigen levensloop gehad. Dus jij staat altijd in het recht om te vertellen en te leren over de ervaringen en de kennis die jij opgedaan hebt. Want niemand is hetzelfde. Dus vanuit die twee perspectieven, noem ik mezelf in dan vaktermen mentor expert, of coach of expert. Ja, whatever, het boeit er niet zo toe. Ja. Hoe het bij mij gaat is mensen zien hoe ik leef. Mensen zien wat ik denk. Mensen zien wat ik kan. Inderdaad, wat jij zei, je het ook echt zien en het doen. Mm-hmm. En dan willen ze dat leren als het aansluit op hun situatie. Oké. En hoe kijk je dus naar die traditionele educatie? Dus echt middelbare school, universiteit. Ten opzichte van online educatie wat wij doen. Mm-hmm. Investeer je zelf ook nog in andere mentorships momenteel? Of bepaalde investeringen die je zelf doet? Ja, sowieso. Het is belangrijk om altijd te blijven investeren in jezelf. Om bepaalde niveaus te masteren. Dus ik heb net ook een... ik heb dan sinds november mijn relatie uit. Ja. En daarna heb ik ook gewoon relatietherapie genomen. Niet alleen, of niet met z'n tweeën, maar gewoon alleen. Dus ik heb gewoon geïnvesteerd in een super ervaren coach met 25 jaar ervaring. Yeah. Om mij te begeleiden, om eigenlijk terug te reflecteren op alles. En daar weer van te leren. Dus ik ben ook continu aan het investeren. Ik doe ook continu dingen die me verder helpen. Workshops, coaches. Dus continu aan het investeren. Je moet blijven investeren in jezelf. Want ja, als je stilstaat, dan ga je achteruit. Dan ga je achteruit. Ja, het is vooral een bepaald aspect wat je dan leert in ieder geval. Waardoor ik ook bijvoorbeeld bij jou kwam. Misschien een stukje mentaal support nodig, maar ook business of productiviteit. Of je pakt gewoon een bepaald aspect waar je denkt van ik wil dat ontwikkelen. En je kan daar naar iemand online gaan. Natuurlijk moet je kijken of diegene zelf resultaat heeft. Maar die kan je bijvoorbeeld betalen. Ja. En die leert je dan een skill waar je eigenlijk de rest van je leven iets aan hebt. Stoïcijnse filosofie is niet voor 4 jaar universitaire studie of HBO, et cetera. Nee. Dat neem je mee in 40, 50, 60, hoe oud je ook mag worden uiteindelijk. Dus ja, skills for life. 100%. En om je eerste vraag nog te beantwoorden. Dat is een beetje omheen gedanst. Maar wat vind ik van het traditionele schoolsysteem ten opzichte van die online wereld? Je ziet natuurlijk heel veel haat tegen dat traditionele schoolsysteem. Ja, ik denk dat het ook wel heel goed is enigszins. Kijk, het brengt structuur, het brengt ritme. Het brengt een machine van kennis. Nou, die kennis is misschien outdated, of dat mag misschien wat anders of misschien wat beter. Uh-huh. Als we dat allemaal niet hebben, ja, waar zijn we dan? Hoe gaan we die chaos managen? Dus dat is geen optie. Ik denk dat je gewoon, je moet altijd doen wat goed voelt natuurlijk. Maar je moet gewoon je moet niks. Maar ik denk dat dus de standaard scholing die er is, voor ons in ieder geval in Nederland, is echt een blessing dat we dat kunnen doen. Ja, en daarna kan je zelf kiezen of je een ander pad op gaat, of je een risico neemt, of je een cursus gaat nemen, of doorgaat scholen online. Ja, en dat denk ik dat je altijd moet blijven doen. En alleen al om nieuwe skills op te bouwen op verschillende levensfacetten, maar ook om accountability te hebben. Want accountability is super belangrijk, zul jij misschien ook merken met je studenten. Ja. Ze willen iets, natuurlijk hebben ze de kennis nodig om te kijken hoe kom ik daar. Maar volgens ook gewoon iemand die incheckt, hey, hoe gaat het? En lukt het? Waar loop je tegenaan? Ja, precies. En ja, dat ervaar je natuurlijk. Stukje implementatie, denk ik. Implementatie. Bij jouw klanten en bij mijn klanten. Je kan wel iets online zien of op YouTube, maar als je iemand er ook gewoon voor betaalt, simpelweg ga je niet alleen serieuzer mee aan de slag. Ja. Maar het is letterlijk iemand die het al weet. Ja. Van A naar Z, bijvoorbeeld. En die kan je daarbij helpen. Ja, feit. En het leven, ik geloof dat, vooral als man, alles in het leven draait om commitment. De commitment maken om een verandering te maken. De commitment maken om ergens all-in op te gaan. De commitment maken om te kiezen voor een vrouw en een relatie te bouwen. De commitment maken om een gezin te starten en niet meer kijken naar B-opties. Dus alles is commitment. En daar, soms moet je commitment forceren door een te hoge investering. Ja. Soms moet je jezelf in een positie werken waar er dan geen weg terug is. Of waar je in ieder geval, je hebt money betaald. Dan ga je het meer serieuzer nemen. Dus soms moet je een patroon van oncommitment doorbreken door te committeren door een financiële investering die misschien spannend is. En dat is juist wat je vooruit gaat duwen. Wat je nodig hebt. Ja. En ik heb ook klanten gehad, hele rijke klanten, die te weinig betalen voor een traject. Uh-huh. Voor hun. En vervolgens er met de pet aan gooien. Uh-huh. Omdat het te weinig pijn, te weinig commitment. Dus kijk, je hebt een verlangen dat je ergens naartoe wilt.
En die investering, die, hoe hoger die is voor jou, die vergroot meer de pijn. Ja? Dan ga je er serieuzer mee. En dat wil je juist. Je wil die pijn op verandering vergroten. En je koopt oplossing. Dus dat is de shortcut. Oké, nice. Dus comfort is eigenlijk de grootste killer. Als je in die comfortzone blijft van altijd maar... Ja, in ieder geval niet die stap nemen of altijd maar denken van... Hey, had ik het maar. Ja. In plaats van het gedaan hebben. Falen tussen aanhalingstekens, waar ik niet echt in geloof. Maar in ieder geval een stap dichter bij succes komen. Ja. Want de volgende keer leer je er, als het goed is, van... En doe je het op een andere manier. Dan ga je net zo lang door totdat het wel lukt uiteindelijk. 100%. Ja, comfort is de allergrootste killer. Hier, leuk, hier ligt ook een boek. De volgende. Leuk dat je allemaal meegenomen. Ja, man. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik kan ook voor iedereen aanraden om ze allemaal te lezen. Maar hier ligt het boek Courage is Calling van Ryan Holiday. Ja, goed boek. Super goed boek. In die titel staat ook Fortune Favors the Brave met een leeuw. Het leeuw is het symbool van courage, van moed. Van eigenlijk, moed is eigenlijk... Moed, courage hebben is eigenlijk dat je iets doet wanneer je alle fear voelt. En wanneer je geen fear voelt om iets te doen en dan iets te doen, dan is het niet moedig. Ja. Wanneer je alle angst voelt, wanneer het spannend is, je voelt alle angst en je gaat het toch doen, dat is het symbool van de leeuw. Dat is moed. Dus ondanks dat je alles fucking eng vindt, ga je toch een keuze maken. Ga je toch een investering maken. Dat is moed. En de subtitel die hieronder staat is Fortune Favors the Brave. Dus eigenlijk het lot beloont de mensen die moedig zijn. Die risico's nemen. Die risico's nemen. Niet per se degene die het slimste is of... Exact, dus continu die comfortzone uitgaan en moedig zijn om continu verder te groeien. Ja, het lot beloont dat. Met meer voldoening, meer geluk, meer abundance, meer succes, meer verdieping in relaties. Dus je bent verplicht in mijn optiek als man om continu door te groeien en continu uit die comfortzone te gaan en moedig te zijn. Is het eng? Ja, het is super eng. Yeah. Dat is die moed. Dus, Alleen wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat is ook weer de laatste tijd naar kijken van, hey, ja, je durft X niet, maar wat is nou het allerergste wat er gebeurt? Ja. En je leeft eigenlijk in de toekomst omdat je denkt dat dat gaat gebeuren, maar wie zegt dat dat gaat gebeuren? Bijvoorbeeld een investering of weet ik veel, afstappen of een vrouw of wat je ook eng vindt. Zeg maar, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Je leeft in je hoofd al iets in de toekomst, wat eigenlijk nog niet heeft plaatsgevonden en misschien nooit gaat plaatsvinden. Er was volgens mij ooit een quote van Mark Twain of zoiets. Hij had 99 problems in my life, but 90% of them never happened. Of iets in die richting van... Feit. Je denkt dat het gaat gebeuren, maar het gebeurt uiteindelijk niet, omdat het gewoon alleen in je hoofd afspeelt. Ja, en daar helpt Stoïcijnse filosofie super goed mee. Want mensen leven in een angst, een zelfgecreëerde angst. Ja. Ja, dus je ziet een mooie vrouw, je bent single, je wil heel graag een relatie bouwen. Je denkt, ja, ze gaat me toch niet leuk vinden. Ze is toch al bezet. Dus je verzint allerlei excuses, allemaal redenen om het niet te doen. Ja. En die verzin je allemaal zelf. Je weet het letterlijk niet. Dus jij creëert, mensen creëren onbewust of bewust altijd een toekomst die er niet is. En op basis van de toekomst die er niet is, want de toekomst is een illusie, we hebben alleen de nu, het nu, worden hun emoties gereguleerd. Dus je bent al verdrietig. Je bent verdrietig, ongemotiveerd, ongelukkig voor iets wat helemaal niet bestaat. Terwijl wat is inderdaad het ergste wat er kan gebeuren in het voorbeeld van de vrouw? 1. Je leert wat. En je leert, ik heb een vrouw aangesproken, ben weer uit de comfortzone gegaan. Misschien is ze wel bezet, dat boeit niet. Je hebt wat geleerd. Of, ze is het wel voor je misschien. Potje, de vrouw van je kinderen. Alles kan. Dus de upsides, de voordelen in het leven van die risico's, zijn in mijn optiek overschaduwen maximaal de nadelen. Want als je leeft vanuit deze filosofie, zijn er eigenlijk bijna geen nadelen. Want van alles kan je alleen maar leren. En ja, dat is echt belangrijk. Maar die controle krijgen over de mind is daar super belangrijk. Dat je dus gaat focussen op doorkrijgen wat je denkt. Ja. Dus wanneer jij continu doemscenario's aan het denken bent voor iets in de toekomst, dan leef je dus in een toekomst die er helemaal niet is en je voelt je slecht. Ja. Dus je anticipeert op dingen die eventueel, misschien, wellicht, potentieel zouden kunnen plaatsvinden. Ja. Terwijl als je focust op wat je in controle hebt en in het nu bent, dan heb je veel meer controle op wat er gaat plaatsvinden. En over hoe je dat gaat ervaren. Dus ja, dat is echt key, man. Het is goed dat je dat aanhaalt, want daar kunnen mensen echt veel meer rust, ontspanning en geluk vinden door uit te stappen naar die toekomst, door dat uit te schakelen meer.
meer te focussen op alles wat binnen je controle ligt in het nu. Vet, man. Ja, ik heb één quote nog. Die live fast, don't wait. Ja. Van, als je het nu niet doet, dat heb je ook wel eens gezegd volgens mij tegen mij, van, als je het nu niet doet, wanneer ga je het dan wel doen? Ja. Als je nu die actie niet onderneemt, je wil die business starten, of je wil emigreren, of je wil X, of wat je ook wil. Ja. Als je het nu niet gaat doen, wanneer is dan het juiste moment? Want het perfecte moment, ja, is er uiteindelijk niet. Nee. Dat is, ja, dat is een supermooie quote. Helemaal mee eens. Er is geen eindstreep. Dat heb ik al een paar keer gezegd. En dat is vertaalbaar tot heel veel dingen. Datzelfde met dit. Die eindstreep is het perfecte moment. Die is er niet. Weet je, het is nooit het perfecte moment. En daarom is het zo belangrijk om bezig te gaan met de persoon worden die dat allemaal kan behalen. Want als jij de persoon bent die uitstelt. Jij kan mij in een call vertellen, ja, ik ga het nu niet doen, ik ga het over 3 maanden doen. Ja. Dan denk ik, bullshit. Dit is niet een eenmalig iets wat je zegt. Dit is het patroon dat jij bent als persoon. Alles in je leven. En dan ga je dat steeds vaker doen in verschillende aspecten in je leven waarschijnlijk. Bingo. Alles in het leven pak je zo aan. Ja? Dus als je echt verandering wil, moet je nu de commitment maken om die eerste stap te zetten en dat patroon te doorbreken. Dus je moet, ja, het heeft dus helemaal niet te maken met de situatie. Het heeft gewoon te maken met de persoon. Op het moment. Nice. En ja, jij creëert die situaties. Dus je kunt of in het leven staan en alleen maar kijken en afwachten tot de situaties die er komen en daarmee handelen. Dan leef je reactief. Hè, wil je een reactief leven? Is dat wat je wilt? Altijd gestuurd worden, altijd bepaald worden door mensen om je heen en situaties, hoe je gaat handelen en wat je gaat doen. Of kies je ownership? Hey, ik kies nu hoe het ervoor staat. Ik accepteer hoe het ervoor staat. En ik ga het spel bepalen. Ja. Ik ga actie ondernemen. Ik ga habits bouwen. Ik ga aan mijn business werken. Ik ga veranderingen creëren. Dus creëer jij het speelveld en bepaal je wat je doet en neem je ownership. Neem je het heft in eigen handen. Alleen of samen met mensen. Of laat je leven en laat je sturen. Ja. Ken je dat verhaal van die grot met die krijgsgevangenen erin? Nee. Er zijn in ieder geval een paar krijgsgevangenen en hij leeft zijn hele leven in de grot. Mm-hmm. En hij ziet niks. Mm-hmm. En hij ziet alleen een weerspiegeling van bijvoorbeeld mensen boven of de zon. En hij heeft nog nooit de zon gezien. En hij leeft heel zijn leven daarin. Ja. En hij wacht en hij wacht en hij wacht. Totdat hij eruit komt. En dan ziet hij pas wat het leven voor hem te bieden heeft. In plaats van altijd maar die veilige keuze te maken. In ieder geval, ja, hij was gevangen, maar in ieder geval dat je gevangen bent, zoals misschien andere mensen zich ook voelen. Niet die stap nemen, liever thuis blijven, liever binnen zitten in die veiligheid, in die comfort, waar niks fout kan gaan, ten opzichte van naar buiten gaan en het leven ervaren zoals het is. Ja, dat is super mooi, man. Dat is super mooi, ja. Nice. Ja, je hebt niks te verliezen. Ja, je hebt alleen maar te winnen en ik denk dat we hem daar ook kunnen bij afsluiten. Ja. Waar kunnen mensen je vinden online, Bas? Sowieso @BasBults op Instagram. Eigenlijk is alles @BasBults, dus je kunt op YouTube kijken, op Instagram, @BasBults, dan ga je me vinden. En de business heet Life Lab, die kan je ook gewoon vinden via mijn profiel of op Instagram. Nog één ding toevoegen. Aanraden. Thanks man, appreciate it. Nog één ding toevoegen aan die laatste over risico's en je hebt niks te verliezen. Ja. Is, je gaat sowieso dood. Ja. Ja? Dus we gaan dood, we weten niet wanneer. Wij kunnen na dit gesprek, hey Paul, tof gesprek, superleuk man. Ik stap op de scooter en kom niet aan bij mijn huisje. Ja, dat kan, ik weet het niet. Ja, en heel veel mensen zullen je ook wel vergeten zijn over x aantal jaar. Zullen heb je vergeten zijn. Met dit soort figuren ook, Marcus Aurelius, wij kennen ze omdat wij de interesse in hebben. Ja. Maar heel veel mensen zullen ook niet kennen. Heel veel mensen zullen ons over 100 jaar waarschijnlijk ook niet meer kennen. Exact, dus er is een bepaalde onbelangrijkheid in dingen die jij heel belangrijk maakt, die eigenlijk heel onbelangrijk zijn. Maar waar ik naartoe wil is, je gaat sowieso dood. Ja, we weten niet wanneer. Dus door te leven, nemen we het allergrootste risico. Want we kunnen het leven ieder moment verliezen. Ja. Dus door alleen al te leven, nemen we de biggest risk. De biggest risk die we kunnen nemen in het leven, nemen we door te leven. Dus alle andere risico's, een investering, uit je comfortzone gaan, een nieuwe skill leren, je leven omgooien, verhuizen. Dat zijn minuscule risico's ten opzichte van gewoon leven. Want iedere dag kan de laatste zijn. Dus je neemt al je grootste risico. Super vet, man. Ik wil je sowieso bedanken, Bas. Thanks, man. Iedereen like en abonneer op dit YouTube-kanaal. Hieronder zal ik nog even een link zetten naar Bas Bults en al jouw social media. En dan zou ik zeggen, tot de volgende podcast. Tot de volgende podcast. Superleuk. Ik heb echt genoten, Paul. Dus bedankt, man. Super ook om met jou te werken en je nu hier weer te spreken en in Bali te zien. Mooi, man. Dus like en subscribe voor Paul en we zien elkaar.
Ciao, ciao.